Plato in gesproken teksten. 204b1 tot C8. Eros staat voor de Erastes, niet voor de Eromenos. Degene die bemint is gericht op een mooie, niet zelf mooi is. Daar gaat het in feite om. En dat wil dus zeggen, hij is een daimon. Nee, hij is een daimon. En dus is hij gericht op bla bla bla. Hier zie je een heel mooi plaatje van Daimon. Good Life featuring Addy. Whoever that may be. Dit is vast Addy. Dit is de daimon. Hallo mensen, ik ben de daimon Addy. Noem mij maar Eros. Oké, gaan we beginnen. Dus de vraag was, van, nou, wie zijn nou degenen die naar wijsheid verlangen? Want daar gaat uiteindelijk natuurlijk de hele dialoog over. Wijsheid en verlangen naar wijsheid. En dan zegt Diotima, ja natuurlijk, zei zij. Delon, de efe tutoge erekaipaidi. Een beetje lachen, een beetje onaardig. Maar ook wel weer leuk. Dat is duidelijk, zei ze. Dat is duidelijk. Ook erekai aan een kind. Dat weet nou iedereen wel, dat... Degene die, en dan moet je aanvullen, degene die verlangen naar wijsheid, zijn, eisen ook weer aanvullen, degene die zijn tussen deze twee in, tussen de wijze en de domme in, dus niet wijs zijn, niet dom, niet als goden zijn, niet als mensen, maar daartussenin. Een daimon dus, oh ja. Hoon an eier kai eros, an eier, optatief is met an, potentialis, hoon relativum, met ingesloten antecedent, waarvan ook Eros wel deel zal van uitmaken. Wel zal doen, hebben ze net gezien. Estin garde ton Callisto het Sophia. Want Sophia, wijsheid, is van de mooisten. Behoort tot de mooiste dingen. Dat hoort bij de, is in feite het allermooiste. Dat is natuurlijk het punt waar het ook allemaal om gaat. Kijk, sommige mensen zullen zeggen van ja, geld is het allermooiste. Of kleren, of goede cijfers. Dat zijn het allermooiste waar het om gaat. Nee, zegt Socrates en Diotima. Die zeggen dat samen. Nee, het gaat natuurlijk om de ziel. Want dat blijft ook na je dood bestaan. Epimeleia, tes, psyches, zorg voor je ziel. En dat is het allerbelangrijkste. Zorg dat die ziel goed is. En wijsheid is het allerbeste voor je ziel. Niet geld, niet kleren, niet chocola, niet cijfers. Nee. Wijsheid, Sophia. Dat is het idee, dat is het allermooiste wat er is. Callisto. Eros de Estin, Eros spiritu calon. Eros is dus liefde met betrekking tot het mooie, tot calon. Het mooiste is natuurlijk wijsheid. Hier zie je Eros met een hoofdletter en hier zie je Eros met een kleine letter. Daar zit Socrates altijd een beetje tussenin. Plato moet zeggen, zit daar tussenin. En dat maakt het ook een beetje... moeilijk om het allemaal te begrijpen, maar hij smokkelt daar een beetje mee. Is het nou Eros met een hoofdletter, de god, de daimon Eros, of is het liefde met een kleine letter, liefde gericht op iets? Nou, dat is een beetje een smokkeldingetje, maar het maakt de tekst niet minder mooi. Hoogste anankaion estim, zodat noodzakelijk is dat Erota filosofon einai, dat Eros een liefhebber van wijsheid is. Begeerig is naar wijsheid. En omdat hij begeerig is naar wijsheid, dat hij is metaxu tussen wijs en dom in. Want zo is het nou eenmaal. Hij is niet super wijs, niet super dom, tussenin. En hij helpt ons ook van beneden naar boven te komen, want hij is daar zelf ook. Hij is een daimon. Aetia de autoi kai touton hergenesis. De reden daarvan is ook voor hem zijn geboorte. Want hij is van een wijze en een resourcevolle vader, een vindingrijke vader uit Peru, en van een onwijze moeder en een arme moeder. Arm aan middelen. Dus hij weet niet heel goed hoe het gebruik is ertussenin. He, men unifusis to daimonos ophile, zoals het is, houte, denk aan de spirit, dat... is niet zelf, hè? Oude is zelf, houten is dat. En dat is dus de aard van een daimon. Van een goddelijk figuur, maar niet echt een godheid zelf. Mijn beste Socrates. En wat betreft degene waarvan jij meende dat Eros was, onderging jij helemaal niks wonderbaarlijks. Dus jij dacht... over Eros iets speciaals. En iedereen dacht dat. Het was helemaal niet zo gek. Epates, Auris van Pascho. Jij onderging helemaal niet iets wonderbaarlijks. Oriët is wat jij dacht. Hoos emoi dokei, zoals aan mij schijnt. Tek mai romene, dat is een dativus enkelvoud
geconfronteerd met één mooi, want één mooi is natuurlijk Diootje, maar zo'n vrouw. Opmaakt het uit datgene wat jij zegt, ex homo legis, datgene wat jij beweert, dat eros is to eromenon, datgene wat bemind wordt. Niet to eron, datgene wat bemind. Eron is een participium onzijdige, eraon, aon, wordt samengetrokken, wordt oon. Dus niet mannelijk, het is onzijdig, datgene wat bemind. En daarom denk ik, en daarom, sorry, Ephanatos scheen eros aan jou, pankalos, prachtig te zijn, denk ik. Ooit maar is tussenvoegs, is geen persoon van, dit is de persoon van. Daarom scheen eros aan jou heel mooi, denk ik. Want to eraston, het beminnelijke is, dat wat in werkelijkheid mooi is, kalon, habon en zacht, en teleon, dat is perfect, volmaakt, en makariston en gelukzalig, dat is eraston, dat is hetgene wat je bemint, het beminnelijke. Maar hetgene wat bemint, is hebbende, egon, participium onzijdige, to egon, is datgene wat heeft, een heel ander karakter, alleen ideaan to jou, een heel ander zodanig karakter, idea, is natuurlijk hetzelfde woord als idea bij Plato en de ideeën, maar hier is met een kleine letter, is dus het karakter, de kern, een heel andere kern heeft die hoyan ego die Elton, zoals ik, uiteenzette, Aoristus, eerste enkelvoud van die ergomai. En ik zei, en ik is natuurlijk de Socrates die het hele verslag doet, alles goed en wel, en jij de, ook zijn, hè, o vreemdelingen, want je spreekt mooi, je spreekt overtuigend, jouw woorden boeien mij. Als eros zodanig is, Toyutas onho eros, welke nut heeft hij dan voor de mensen? Dat is wat Agathon ook eerst zei, weet je wel. Je moet eerst hebben over het karakter, dat hebben we gedaan. Hij is niet mooi en niet lelijk, hij is niet wijs en niet dom, dat is het karakter. En daarna pas moet je over zijn nut spreken, wat Aristophanes al meteen deed. Weet je, welke nut heeft eros, en Pausanias ook meteen, wat voor nut heeft eros dan voor ons? Nee, eerst over het karakter, nu hebben we nu gedaan. En nu gaan we het hebben over het nut.